Ondanks de economische recessie heeft de Efteling besloten de komende jaren fors te gaan investeren. Directievoorzitter Bart de Boer, wat gaan jullie precies doen? Ja, wij gaan niet bij de pakken neerzitten. We moeten het merk Efteling verder versterken. We moeten meer dingen hier gaan neerzetten, waardoor de Efteling steeds aantrekkelijker wordt. We gaan de Likkebaard verbouwen. Dat is een bestaand restaurant, maar daar gaan we een heel mooi restaurant gecombineerd met een station van maken. We komen met wat we noemen de Ravelijn. Dat is een combinatie van horeca en een attractie waarin een middeleeuwse attractie wordt dat. Ja, en die zien we hier, hè? Ja, dat is een schets zoals dat moet gaan worden. Dat zou in 2010 zou die Ravelijn klaar moeten zijn. Nog 2 jaar later gaan we wat we noemen de Burg. Daar hebben we ook een plaatje van. De Burg wordt een conferentiecentrum. Eigenlijk iets wat je hier in Zuid-Nederland nog niet hebt. Een hele mooie grote zaal gecombineerd met die torens met kleinere zalen. Waar ja, conferenties gegeven kunnen worden. Waarop we weer een nieuw segment van de zakelijke markt gaan aanboren. En u denkt dat dat in deze tijd verstandig is om dat allemaal te doen? Ja, we denken dat de Efteling belangrijk blijft voor mensen. Dat er natuurlijk bezuinigd moet worden, maar niet op het dagje Efteling. We zorgen er natuurlijk wel voor dat we dit soort projecten faseren. We houden goed de vinger aan de pols om te kijken wat er echt in de economie gebeurt. Maar wij gaan niet bij de pakken neerzitten, maar investeren in de Efteling om er een nog beter product van te maken. En hoe groot is de investering die jullie gaan doen? Dit is 4 jaar lang investeren we ongeveer 10 miljoen per jaar. Dus dat is 40 miljoen gaat Ja, dat. en dat komt bovenop de 46 miljoen die jullie investeren in vakantiepark Bosrijk. Ja, zeker. Wat dat betreft gaan we gewoon door. Ja, nou is het ook zo dat u zei, mocht het eventueel toch heel slecht gaan met de economie, dan kunnen we wat projecten opschuiven, hè? Ja, natuurlijk. Er zitten veiligheidsmaatregelen in. Gaat het nou echt helemaal fout? Komt er niemand meer naar de Efteling? Dan zorgen we dat we ons product en de mensen hier werken beschermen. Maar vooralsnog gaan wij ervan uit dat dat niet gaat gebeuren en dat het de Efteling goed blijft gaan.